mensen, Groen van DNPNL met een nieuwe video voor je. En vandaag gaan we er weer voor. Yes! 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 De 193 FUDRAF Challenge. Yes! We gaan er weer voor. Vind je deze video's een leuk mens? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Kan niet beneden. Druk op dat belletje. Hashtag Team Belletje. Join it. Vandaag gaan we er voor 193 FUDRAF. Mensen zeggen, ja, 194 is al gehaald. Boeit me niet. Ik ga 193 halen. En dit is de video waarin het gaat lukken. Trouwens, ik had de vorige keer gevraagd van laat even comments achter wat je goed kan doen en wat je weet niet kan doen. En ik had een paar goede comments gelezen. Ik heb eens gehoord dat met 4 verdedigers is ja eigenlijk het best. En nu zeiden 4 achterin is het best. Oké, daar gaan we nou voor. 4-2-2, laten we maar gaan. Maradona en Pelé, ik voel ze komen. Oh mijn god, wat slecht. Nee, meteen weer een slechte. Nou ja, wat is dit nou? Nu een goeie? Ja, oké, nu een goeie. Komt-ie. Weer niet heel goed. Wat is dit, man? Slechtste draft ooit. Nou, nu komen goede spelers, want nu gaan ze met... Oh, ja. Socrates de eerste. Lekker. Icon is perfect voor de chemistry. Oh, Petit. Yes. Lekker. Meenemen die fan. Fernandinho. Lekker. Wisselen we deze om. Boom. Plus 6 chemistry natuurlijk. We gaan daar aardig wat drafjes doen, man. Dus geen zorgen dat we te weinig drafs gaan doen. Want er gaan flink wat drafs gedaan worden. Boom. Ah, kijk. Hier waren we naar op zoek. 94 Marcelo. Dat is heerlijk. Goeie keeper. Kom op een gegeven moment. Goeie keeper. Icon. Oké. Oh, oké. Ja, ik kan gaan voor 92 De Gea. Maar ik ga voor 91 Leeman. Even voor die chemistry. Okay, we hebben 90 rating, maar wel veel chemistry. Dat is nice. Laten we nou hopen dat we nu even een paar goede wissels gaan. Oh, mijn god. Dit is lekker. 97 nee, maar we kunnen niet echt kwijt in het team. Min 3 chemistry. Maar ja, we moeten wel even voor de rating. Moet gewoon. We hebben echt hoge 90. Nou, nee. Oh, slecht. Hoge 90. Echt 99. Oh, 95 Messi. Dit is lekker. Ik baal nu eigenlijk wel dat ik geen bankspelers heb, man. What the fuck? Oh, silvers. Ja, laat maar zitten. Dit wordt niks. Deze draf. Jezus, wat slecht. Oké, dan gaan we dan de volgende draf. Dit gaat hem worden. Ik voel hem. Yes. 4-3 aanval. Heerlijk. Daar komt hij, mensen. 193. Dankjewel voor het kijken. Wat is dit voor slechte kutzooi? Nou. Kan je geen draf meer krijgen die goed is ofzo? Wat is dit? Oké, Figo. Oeh, best. Best nog beter. Best. Echt de beste speler die ik kan krijgen rechts. Oh, Vieira. Dit is lekker hoor. Dit is heel lekker. Oké, 92 Vieira. 94 best. 91. Auwauwauwauw. Even die rating, mensen. Ik moet die rating hebben. En ik heb nu al 2 icons. Dat is echt lekker. Oké, 88 Calabria. Goed. Nou, doe hier dan maar even Team of the Year Bruno. Jezus, wat slecht. Oké, Campbell is goed. Ik ga voor Campbell. Want als ik Ramos neem, ja, ik ga Ramos Team of the Year krijgen. Dus ja, dat is dom als ik hem niet neem. Ja, die ja. Yashin. Heerlijk. Dat is perfect. Oké, 89 rating. 83 chemistry. Oké, oh, Griezmann. 93. Dat is helemaal niet slecht. Prima. Oké, we hebben de licht. Ik heb die rating nodig. En ik gok dat ik nog wel een linksback krijg die beter is dan dat. Ik wil gewoon... Oké, okay, ja, daar hebben we Jordi Alba al. Dat is lekker. Hoe kan ik nou 90 rating hebben? Ik heb maar 1 slechte centerback. Ja, als ik dan dit ga krijgen, wat een zaad. 93 chemistry, mensen. Maar ja, ik moet echt idioot goede spelers krijgen. Echt 99. Dus kijk, 92 Pogba. Dat is lekker. Daar hou ik. 91. Oké. Dit begint al meer ergens op te lijken. Mensen, beginnen meer... Ja, dit is toch... Oh, oké. Van Dijk. Ah. Dit is echt triest. Mensen, hoe is dit zo laag team? Ik snap er oprecht echt geen houtje touwje van. Oké, nou, ook dit niet. Op met de volgende draf. Draf nummer 3. Daar gaan we. Kom op, hier die aanval. Was niet heel goed net, maar het kan natuurlijk altijd nog wel goed komen. En ik ga er wel weer voor, want het is denk ik wel weer de beste die kan kiezen. Ik begin weer met ze. Wat is dit, man? Dit is voor onzin. Tenminste, zijn die aanvoerders zo slecht. Dit is wel een aardig begin. Ben ik gewoon eerlijk in. Dit is een goed begin. Coutinho, heerlijk. Pas er goed bij. Oh mijn god, 99 Modric. Kom op dan. Dit is een uitstekend begin. Daar gaan we dan. Dit is triest. De piqué is hoog. Is een hoge piqué volgens mij wel. Ik ga denk voor Chiellini. Voor mij is dit de hoogste Chiellini kaart die er is. 91, ben ik trouwens niet zeker. Linksback, yes Marcelo, goed. En we hebben nu al 90 rating, maar het is een slechte keeper helaas. Moet sowieso een betere keeper, dus ik ga gewoon voor de hoogste. Ik ga gewoon voor de rating, mensen. 92 rating, oké. Dit is een heel goed begin. Dit is niet goed. Okay, we hebben wel een paar redelijke spelers op de bank, maar ja, dan moet je hier echt goede spelers krijgen. En dat krijgen we helaas niet. Die ene centerback, die verneukt het. En dit verneukt het ook. Triest. Mensen, dit is hem ook niet. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Echt, I don't get it. Oh. Ik was echt dichtbij deze keer. Ik ga dit toch denk ik een keertje een andere opstelling proberen. 4-3-2-1 ga ik voor. Ja, 4-3-2-1. Dat wordt hem. Dit wordt mijn opstelling. Kom, geef me nou een keer een goede mee te beginnen. Weer niet. Oh, 35 Cruijff. Oké. Dit is lekker. Dit is een heerlijk beginnetje. 35 Cruijff. Dat is echt perfect gewoon. Oké, dit is heel goed. Oh, en Del Piero. Oké. Dit begin is perfect. Nog een goede rechts. Oh mijn god, ja. Ik moet eigenlijk voor Messi. Maar Messi kan ik nog hoger krijgen. En best is maar 1 rating. Dit begin. What the fuck. Dit begin. Mensen, laten we dit kijken of we dit door kunnen bouwen. Modric, ja. Ik moet eigenlijk voor Modric gaan. Maar ik ga het niet doen. Ik ga het gewoon niet doen. Ik weiger gewoon. Ga ik maar voor de 1 hoogste. Ik wil die 99 Modric, ik zweer het je. Nee, waarom nou? Ik heb een fout gedaan, jongen. Kijk die avond, check aan het middenveld. Dat is triest. Nee, dit meen je niet. 90 Piqué, 90 Van Dijk. We gaan voor 90 Piqué. Van Dijk kan hoger. Die gaan we ook nu niet krijgen, want we krijgen weer kutspelers. Blind of Maguire. Gaan we voor Maguire. Tala krijgen we, die is wel goed. Alexander is denk ik beter. Oké, Oblakje. Dat is goed. Oké, we hebben maar 90 rating. Maar er is wel potentie in deze squad. Dat is één ding wat vrij zeker is. Hazard is 92. Laten we daar maar voor gaan. Sanchez, oké. Boom. Oké, dit is goed. Petit, elke dag van de week. Ik heb echt veel te slechte reserves. Dit gaat niks worden. Oh, daar gaan we al. Ja, je ziet het al. Daar gaan we al weer. Oeh, Vieira en Suarez. Oké, dit is goed. Oeh, Kevin de Bruyne. Oh mijn god. Dit is perfect. Plus 5 chemistry. Hoe is mijn rating zo laag nou? Oh, plus 5. Oké.
4 plus 5, zie je dat? Zie je dat, mensen? We komen er langzaam maar zeker, ik zweer het je. Triest. Ze zitten me nu te naaien. Oh, ik heb alleen maar slechte wissels. Oh, nee. Nee, dat meen je niet. Oh, ik heb nu wel volle cam. Waarschijnlijk. Ja, 100 cam. Maar ja, wel trieste rating. Boom! Dat is ik. We gingen echt heel boos te worden op EA. Wat een dramatische draf. We begonnen zo goed. Krijg je dit? 190, ja. Het is triest. 3-4-3 op lijn. We gaan het gewoon een keer proberen. Kunnen ze ook nu geen cam hebben? Dan kan je geen Pelé krijgen. En Maradona, zeg maar. Als een kans minder, zeg maar. Oeh, ik krijg wel Rivaldo, maar ja, is echt heel slecht. Maar we gaan er toch voor. Het is een icon, maar het is echt heel slecht eigenlijk. Je hebt er helemaal niks aan. Alleen voor cam is het chill. Oké, Cruijff en Gullit. Oh mijn god. Nou, we gaan voor Cruijff. Die is natuurlijk hoger. Ja, logisch. Duh. Best. Perfect. Dit is kut. Dat was ik al. Geef mij wat goed. Ha, ze geeft me Fred. Dat is niet goed. We krijgen Baresi, wat nog beter is. Baresi, heerlijk. Slecht. Oeh, Van Dijk, helemaal niet slecht. Oké, dit is een uitstekend begin. Ga ik niet over liegen. Dit is een uitstekend begin. Ja, ik ga niet voor hem. Terwijl het wel zeker de beste keuze is. Maar ik kan het gewoon niet doen. Helaas, moet wel. Want ik moet gewoon die voor die De Gea hebben. De Gea goede kaart. Kijk, plus 6, boom. Oh mijn god, dit is een kans hoor, mensen. Dit is een goede, goed begin. Geef me nou alsjeblieft de Gea. Ah, nee, het is kut. Oh, het is kut. Oh, wat triest. Kopje erbij houden. Want we krijgen hier Coutinho. En Neymar. Maar ja, we kunnen voor Team Dier Neymar. Maar dat gaan we niet doen. Want we gaan deze keer gewoon Neymar even in TV hier. Jawel. Modric. Oh, Del Piero. Ja, we gaan voor Del Piero. Tuurlijk. Tuurlijk gaan we Del Piero. Boom. Pleur hier. Nu hebben we 100 chemistry. Nu al 100 chemistry. Oké. Nu is gewoon een kwestie van goede spelers. Geen wat goed. Kom op. Gaan we met Rodriguez. Oh, Modric. Ja, moet ik eigenlijk voor gaan. Hè? Ja, moet ik voor gaan. Ja, 100% moet ik voor gaan. 192. We staan 192 mensen. Kom, let's go. Let's go. We moeten een goede centerback hebben. Dan zijn we binnen. Ah, Koulibaly. Heb ik niks aan. Ah, Jordi Alba. Kan wel. Jullie allemaal ga ik voor. Ja, ik mag geen slechte space meer hebben. Dat is echt een nadeel. Oh, fuck. Daar gaat me onder. Oh, nee. Wel rekening naar beneden. Even vuilen. Nou. Hoezo? Maar god, dit is wel triest. Voor mij kan je geen goede draf meer halen. Dat kan gewoon niet meer. Hoe kan dit nou? Met één goede speler? Nou. Heb ik eindelijk 100 chemistry. Hoe kan dit team, dit fantastische team, zo laag zijn? Ik snap het niet. Dit team is goed, man. Deze basis 11. What the fuck? Dan heb je zo'n bank. Het is triest. Mensen, je gelooft het waarschijnlijk niet. Maar het is tijd voor de volgende draft. Oké, kom op. Daar gaan we. 4-1-2-1-2 gaan we voor. Dit is de opstelling, mensen. Dit is de opstelling. Geen buitenspelers, alsjeblieft. Paul Scholes. Oké, gaan we voor. 92, dat is een goed begin. Dat is prima. 92 is prima. Helemaal niet slecht. Ik wil eigenlijk 99, maar 96 kan niet laten liggen. Doe maar Ronaldo hiernaast. 99 Ronaldo hiernaast. Nee, jongen. Scheidzooi. 89 hier wil je nou maar. Pele, Maradona. Een van die twee. Nee, oké, dan niet, jongen. Homo's. Dan gaan we wel voor Isco. Maar ja, Rivaldo is te laag. Te laag. Kante, 97 of zo. 593, weet ik voor die vent is. 695 of zo. 628, 46. Nou, niet heel best tot nu toe. Oh, man. En die Baresi is goed. Boom. Moore is ook erg goed. Dit verdedigende duo is sterk. Dat mag zeker gezegd worden. Maar ja, als de rest van het team zaad is, heb je er helemaal niks aan. Ja, ik kan nu wel de hoogste keeper pakken. Maar ja, aangezien ik twee icons als centerback zet. Nou kan ik hier meteen het wisselkie. Boom. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Maar ja, oké, wel hoog. Oké, we hebben een 90 rating op een of andere manier. Nu heb je wel weer een hoge rating. Ik snap er geen reet van. Nou, 88. Mané. Boom. 25 Ronaldo. Ja, moeten we voor gaan. 33 Del Piero. Oké. Nou, it's getting very interesting. Wie moet ik even wisselen? Die rechtsback moet eruit. Center, defensive mid moet eruit. Alexander, ja, die kan daar wel. Die kan wel. Die haalt wel 7 cam daar of zo. Gaan we daarvan. Die is 90, dat is goed. Oké, ja, die zetten we hier neer. Min 4 cam misschien wel, maar maakt niet uit. Want we hebben nu... Kijk, als we hem hier neerzetten. Boom. 32 rating. Oké. Goed. Ik heb echt Pelé nodig. Geef me alsjeblieft een Pelé. Weet je, gewoon even een Pelé'tje. Moet kunnen toch? Ik heb op zich wel aardig gespeeld op het bankie. Op de reserve zitten. Dus dat zorgt ervoor dat we een beetje speling hebben hier. Maar ja, als je dit soort kakspelers blijft krijgen. Ja, dan wordt het wel heel triest natuurlijk. Ja, ik ga de cam misschien niet halen gooien. Wel 31 rating. Ook niet. Mensen, het is weer een trieste draf. 3, 4, 2, kan. 4, 2, 2. We gaan er weer voor. Geen links en rechts buiten UB. Ah, oh, jongen, ik word echt triest. Ik word hier echt zwaar verdrietig. Oprecht, ik word hier echt heel erg treurig van. Geef me Pelé. Oh, mijn god, dit meen je niet. Geef me Pelé of Maradona. Socrates. Neymar. Ja, laten we maar voor Neymar gaan. Want die andere is natuurlijk links buiten. Een goede speler misschien. 96 Messi, zeg ik absoluut geen nee tegen. Ik heb natuurlijk liever 99, maar ja. Kan je alles hebben in het leven? Nog geen één icon. Oh, dit is echt dramatisch. Oeh, Kante. Oeh, de eerste keer dat Kante krijgt. En dan is zo'n pauper draf. Krijgen we ineens Kante. Waarom? Geef me een goede draf. Luister, die verdediging. En ik heb al een paar spaces waar ik echt wel heel veel toekomst in zie. Kijk, dit is goed hoor. Dit is heel goed. Dit is heel slecht. Oké, ja. Helaas niet het team van de heer. Daar baal ik van. Maar dit is goed. 1 net rating met 2 kutwissels. Dat is best wel oké. Laten we hopen dat het nu wat goede spelers. Oeh. Oké, we krijgen 91 Ramos. Ja. En die dan hier neerzetten. Hebben we plus 3 chemistry. Dat is wel lekker. Ja, 93. Oké. Nou, mensen, ik stop ermee. Bedankt. Ik heb er alleen geen 100 chemistry. Dat is jammer. Nou, ik heb een hele slechte bank. Dus wordt helemaal niks dit. Nee, dan gaan we zilver. En u wordt bedankt voor het kijken. Jongen. Nou, ik moet nu echt een Pelé en een... Wat is dit? Waarom werkt het niet meer? Hallo, EA. Wat denken we ervan? Ik probeer even een leuke video op te nemen hier. Godver. Oké. Goeie kutopstellingen. Oké, we gaan voor deze. Drie cams. Je krijgt hier echt herpes van. Kom op, man. Ik heb hier niks aan.
Wat een drama. Heb je eindelijk een opstelling waar je echt ding mee kan scoren? Krijg je deze onzin? Wat een bullshit. Even net Ramos, er is helemaal niks mis mee. Dat is heel lekker. Nou, ik heb 80 keer 90 rating. Maar ja, wat is hier op het middenveld gebeurd? Ik heb geen idee. Twee cams. Oké, we hebben Scholes, dat is uitstekend. Die kan er gelijk in. Die gaat er instant in. Hoppakee. Plus 8 chemistry. 100 chemistry. Chemistry is binnen. Ik heb alleen maar rating nodig. Kijk, het gaat hiermee niet lukken. Nee, nee. Het loopt de zooi. Ik word hier boos van. Geef mij Van Dijk. Geef mij Van Dijk. Geef mij Van... Hier word ik dus echt heel verdrietig van. Scheidspel. Poepspel. Ah, vuil poepspel. Wat een kut poepspel is dit, zeg. Klote zooi. Komt de volgende. 3-5-2. Helemaal niet goed. Ik ga voor Griezmann hier. Boom. Dit wordt hem. Nog geen Pelé of Maradona gezien vandaag. En dat is triest, mensen. Dat is diep en diep triest. Waarom kies ik nog niet die andere vent hier was? Ah. Wie moet je nou voor gaan? Ik ga voor Fernandinho. Oeh, 95 Maldini. Kijk, die wil ik zien. Dat zijn de spaces die ik wil. 93 more. Die willen we zien, mensen. Dit is wat we willen zien. Nog één. Nou, wel goed. Piqué is prima. Al de wereld is op zich ook wel decent. Maar we gaan toch voor Piqué. Boom! Ah, klote. Nee, geef me een goede keeper. Boom! Oké, wel aardig. Ja, gaan we voor Courtois. Ja, Rave Courtois. Oké. Nou, op zich wel een aardige squad. Paar kutspelers, eigenlijk de helft. Ja, dat is jammer. Hey, Bill. Sané. Oké. Deze moeten ook hoog zijn. En dat zijn ze nu, en dat is goed. Dit is lekker. Dit is heerlijk. Dit is lekker. Dit is lekker hoor. Dit is goed. Hoppakee, 90 rating. Oké. Het is echt oprecht niet normaal. Het is oprecht niet te doen. U ziet het, mensen. Ik word echt zwaar hard genaaid. Nog eentje. Mensen, het spijt me, maar dit gaat hem worden. Ja, voor iedereen die denkt van, Koen, je gaat het lekker niet halen. Ja, sorry, dit gaat hem toch wel echt worden. 4-3-1-2. Tering spel. Ik zweer het je, op het moment dat je geen Ronaldinho of weet ik voor wie je kan krijgen. Ik krijg alleen maar dezelfde speler. Alleen maar die Pauper Rodriguez. Oeh, die hebben we nog niet gehad vandaag. 6-9 Ronaldo, dat vind ik lekker. Ja, dat vind ik goed dit. En die bal ernaast. Dit vind ik lekker hoor, dit vind ik goed. Oké. Ja, krijg je dit. Wat een gezeik. Ik denk dat we best voor deze man kunnen gaan. Voor Sarabia. Marcelo Team of the Year gaat het niet worden. Nee, zeker niet. Zaad. Oeh, lekker. Yashin, 35. Kijk, dit is wat we natuurlijk moeten hebben, mensen. Kijk, wisten we deze twee om natuurlijk. Hoppakee, plus set. 72 chemistry is niet heel goed, hè. Rating! Messi, ja, is goed. Maar ja, ik heb een hogere Messi nodig. Maar ik ga hem toch nemen. Voor één keer. Boom, plus 2 chemistry. Yes, winning. Maar ik heb wel echt hoge ratings op mijn bank. Zie je, 88, 92, dat is goed. Young, hier, dit is toch janken, mensen. Even serieus, wat ligt nou aan mij? Kijk, jullie zeggen vaak van, Koen, je maakt verkeerde keuze. Maar ik heb nu echt niet dusdanig veel verkeerde keuze gemaakt. Dat ik, zeg maar, het verdienen om een Rashica te krijgen als beste speler, vind ik, hè. Maar ja, dus dat is mijn mening. Het is jammer, want ik had echt wel potentie in deze. Maar ik heb gewoon gewoon kutspelers. Ik heb nu nog één. Echt laatst. Ja, mensen, 4-2-2. Dit is mijn moment. Ik ga nu shinen. Eusebio 91. Yes, heel blij. Oh. Nee, Lewandowski gaan we natuurlijk voor. Oh. 91 Mertens gaan we natuurlijk voor. Oh. 91 Royce gaan we natuurlijk voor. Boom. Ja, het kon ook niet goed blijven gaan. Boom. 93 Zanetti. Natuurlijk. Hoppakee. Wat denken we daarvan? Tuurlijk. Ja, we gaan nu gewoon voor deze man een keer. Carvajal. Maar ja, ik krijg vaak die Sergio Ramontjes, weet je wel, Team of the Year. Maldini, ook zeker niet verkeerd. Sergio Ramon, klote, sorry. Kijk, jullie denken misschien nog van, dit is niks. Ja, dat denken jullie misschien. Maar kijk, ik krijg nu een goeie. Nee, klote kak. Fucking hell. Maar ik zweer het je, ik heb hier een paar spelers die echt zomaar verschil kunnen gaan maken. Want ik ga nu goede spelers krijgen. 96 kanten, kijk, ik zei het. Ik heb jullie gewaarschuwd zelfs nog. Hoppakee. Wat dacht je daarvan? Ja, helemaal niks, hè. Lekker. Pogba. Kijk, als ik hem nu hier neerzet, kijk zo, boom. Ja, dan denk je van, Koen, wat doe je? Maar dan zet ik hem hier. Bam, plus 6 cam. Dacht ik ook, hè. 92 rating, hè. Hé, wat kom je nou praten, hè? Praat tegen mij. Ja. Gewoon weer niet halen, denk ik. Ik ga gewoon geen 100 cam. Echt bij lange na. Ik geef me nu even een absolute beast. Een absolute legend. Een absolute mata. Oh mijn god. Dries. Ik ben boos. Ik heb op zich wel een aardig teampie, maar ja. Hé, hey, wie is het nou? Weegeert. Waar coach jij Weegeert? Geert? Nooit van gehoord. Mensen, het is me vandaag niet gelukt. Ik heb baal, want het was oprecht gewoon een slechte draftdag. Ik ga het binnenkort weer proberen. Als we 4000 likes aan deze video zou het helemaal top zijn. Wil je meer van zien? Dan kan klik hier of hier. Wil je me abonneren? Kan ook klikken hier. Ik ga gewoon die draft, die 103 draft halen. Echt, vandaag of morgen. Het gaat gebeuren. Wil je bedanken voor het kijken. Veel draft is vandaag. Vind je dat leuk? Ja, ik hoop het. En zie ik je bij de volgende video. Later.